iedereen kan haken. We gaan vandaag een vierkant haken, soort granny, maar dan in de Bavarian stitch. Bavarian stitch, hoe spreek je het uit? Ik weet het niet. Maar in ieder geval wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken. Nou, iedereen kan haken. Het is zo leuk, al die duimpjes omhoog en abonneren en iedereen doet gezellig mee. En ben je klaar met je resultaat? Stuur dan een foto naar Facebook. Nou, iedereen kan haken. Je kan ook patronen bestellen bij iedereenkanhaken@hotmail.com. Als ik van een truitje of een kussen of van een steek een patroon heb, dan staat het onder deze video. En daar kan je ook sowieso al je vragen inzetten en opmerkingen. En dan gaan we lekker beginnen. Dus ik zou zeggen, veel haakplezier en tot zo! Je hebt nodig haaknaald nummer 5, een stopnaald met een botte punt om de draadjes weg te werken en een schaartje. Zelf heb ik een paar kleurtjes van scheepjes gekocht en ik heb 1, 2, 3, 4 kleurtjes en per tool gebruik ik nu een ander kleurtje. En als ik de video klaar heb, dan ga ik meer kleurtjes, meer toeren met één kleur doen. Kijk, dit is de Bavarian stitch. En ik heb nu 5 toeren gemaakt. 1 in wit, toer 2 in lichtroze, toer 3 in, dit is een beetje meer fuchsia kleur, toer 4 in roze. En toer 5 in paars. Maar als je toer 1 en 2 dezelfde kleur doet, dan krijg je hele mooie blokjes. Maar om het uit te leggen, heb ik nu per toer een ander kleurtje gepakt. En ik begin met wit, dan met roze, dan met die fuchsia, dan een ander kleurtje roze en paars. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We beginnen met de witte. De witte garen met een opzetlus. Ik zal eventjes kijken of ik het even een kleurtje eronder, dan zie je beter het wit. Met een opzetlus ga je 6 lossen opzetten en dan sluit je de ring. Je kan ook de magische ring gebruiken, maar we pakken nu 6 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan sluit je de ring in de eerste lossen. Met een halve vaste, dus je haalt door 2 lussen. Dan maken we, even nadenken, 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En als je dus die 5 lossen hebt gedaan, dan gaan we 4 dubbele stokjes in die ring zetten, maar we laten de lussen op de haaknaald staan. Kijk, en dan krijg je hier dit resultaat. Je hebt er hier dus 5 lossen en dan ga je 4 dubbele stokjes maken en die lussen laat je op de haaknaald. En als je 5 lussen op de haaknaald hebt, dan haal je je draad hier door en dan ga je weer 5 lossen maken. Maar ik zal het even voordoen. We gaan dus, momentje hoor, want ik hoor eventjes iets. Dit is een kettingje. Ik hoor een kettingje de hele tijd door het geluid heen. Dus we gaan nu een dubbel stokje maken.
Ik neem het begindraadje mee, dubbel stokje, je steekt in, je haalt je draad op, omslaan, door 2, omslaan, door 2 en je laat de lus op de haaknaald staan. Dan gaan we weer een dubbel stokje maken in de opening, je haalt je draad op, omslaan, door 2, omslaan, door 2. Dus dit is al de tweede dubbele, dan weer dit is de derde, en dan is dit de vierde, en dan heb je 5 lussen op je haaknaald, 1, 2, 3, 4, 5, dan sla je om en je haalt ze door alle lussen, alle 5 te lussen. Dan ga je weer verder met 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. Kijk, en dan sluit je dit blaadje, hier zijn we, dat sluit je met een vaste hierin, je steekt in, je haalt je draad op, je slaat om en je haalt door 2. Zo, ik schuif het een beetje op, dan ga je weer dit nog 3 keer herhalen. Dus je gaat nog 3 keer een bloemblaadje maken, of ja, een vierkantje of een hoekje zeg maar, 1, 2, 3, 4 in totaal. Dus je maakt weer 5 lossen, 1, 2, 3, 4, 5. Je maakt 4 dubbele stokjes die je niet afmaakt. Dit is 1. Dit is 2. Dit is 3. En dit is 4. Dus je hebt 4 dubbele stokjes op je haaknaald plus 1 van die begin 5 lossen en je haalt je draad om en je haalt ze door alle 5 te lussen. En dan haak je weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En je gaat weer hierin, je haalt je draad op en je haalt door 2 lussen. Omslaan door 2. En dit doe je nog 2 keer totdat je 4 van deze vierkantjes hebt. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik ben nu bij het laatste groepje van 4 dubbele stokjes met die ene begin lossen. Je haalt je draad door en je doet weer 5 lossen. Dan sluit je toer 1 hierin in de opening met een halve vaste. Je haalt je draad op door 2 en je pakt je schaar en je knipt af en je trekt je draad door en deze draad die werk je netjes af. Ik zal het meteen even doen. Naar de achterkant. En dan kan je je draadje netjes afknippen. En deze had ik meegehaakt, dus die knip ik ook af. En dan is dit toer 1. En dan zie ik je zo weer terug bij toer 2. Tot zo! We gaan nu aan toer 2 beginnen en toer 2 is het lichtroze hier
En toer 2 is niets anders dan groepjes maken van 4 dubbele reliëfstokjes, of dubbele stokjes, zo, sorry hoor. 4 dubbele stokjes, dus 4 dubbele stokjes, een losse, 1, 2, 3, 4 dubbele stokjes, een losse en 4 dubbele stokjes. En die doe je in de opening vanaf toer 1. Dus je pakt je, je maakt een opzetlus van het lichtroze garen en je pakt een steek tussen deze vierkantjes in. En ik ga even mijn garen aan de achterkant houden, dat is makkelijker. Je steekt dus in, je haalt je draad op en omslaan door 2. Ik trek altijd even aan het kleine draadje. Dan gaan we 2 losse doen. 1, 2. En dan gaan we dubbele stokjes maken in dat, in die opening. Hier waar je deze vanaf toer 1 die 4 relief of de 4 dubbele stokjes hebt gesloten. Dus echt hier in deze opening. Daar gaan we die groepjes maken. Dus we slaan 2 keer om, we gaan in die opening en daar gaan we eerst een groepje van 4 dubbele stokjes maken. 2 3 4 1 losse en we gaan weer een groepje in diezelfde opening maken. Je denkt wel eens, past dat? Ja, dat gaat ook. 1 2 3 4 1 losse en dan gaan we nog één groepje maken, weer 4 dubbele stokjes. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 en dit wordt de vierde. We zijn begonnen met 2 lossen hier, dus we gaan nu ook 2 lossen doen. 1, 2 en we zetten die vast in deze opening. Zie je? Die opening van die vaste, daar steek je in, je haalt je draad op, omslaan en door 2. En dan heb je zo je hoek af. En dat ga je nog 3 keer zo doen. Dus je maakt eerst 2 lossen. Dan ga je weer die opening zoeken. Kijk, die opening. Die zit hier. Je kan het ook eigenlijk heel goed zien hoor. Niet deze, je moet deze hebben. Dus je slaat 2 keer over, om. Je gaat die opening in. En je maakt weer 3 groepjes van 4 dubbele stokjes. Je doet er een losse tussen en je gaat weer een groepje van 4 maken.
en weer een losse ertussen. En weer in diezelfde opening. 4. Dubbele stokjes. En dan weer 2 lossen. 1, 2. En dan ga je even goed die steek zoeken. En je maakt weer een vaste. En zo maak je heel toer 2 af en dan zie ik je op het einde, zie ik je weer terug. Tot zo. En dan zijn we op het einde van de toer 2 met 2 lossen nog. En we sluiten weer in deze opening met een vaste. We halen de draad door. We knippen af. En dit was toer 2. En dan werk je draadjes af. En dan zie ik je zo weer terug bij toer 3. Tot zo. We gaan nu beginnen aan toer 3. En toer 3, die is niet moeilijk, maar die lijkt ingewikkeld. En je begint bij die hoeken naar de vierde en tussen de vierde en de vijfde, daar zet je je halve vaste. En dan gaan we met 5 lossen. Dan gaan we weer 4 dubbele stokjes maken die we samen haken en dan weer 5 lossen. En dan beginnen we aan dit stukje, maar daar leg ik dadelijk uit. Ik ga nu eventjes eerst deze hoek uitleggen. Van toer 3. Je pakt dus je werkje. Het maakt niet uit welke hoek je begint, als je maar tussen de vierde en de vijfde begint. Dus 1, 2, 3, 4 sla je over. En in deze opening, daar steek je in. Je pakt eigenlijk je opzetlus. Je slaat 1, 2, 3, 4 over. En je gaat tussen de vierde en de vijfde. Daar steek je in, je haalt je draad op en je maakt een vaste. Dan maak je 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 keer omslaan. Dan gaan we weer een dubbel stokje maken. En die gaan we om het stokje heen haken, dus we slaan achter, steken we in en we doen het stokje, het dubbele stokje van de vorige toer, duwen we naar achteren. Je haalt je draad op, je slaat om, door 2 en je laat je draden op je haaknaald staan. En hoe vaker je dit doet, hoe makkelijker het wordt. Ik zal het nog een paar keer uitleggen. Je steekt achter in, je duwt je stokje naar achteren, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Je hebt 5 lussen op je haaknaald, omslaan en je haalt je draad door alle 5 de lussen. En je maakt weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Ik moet garen bij de hand pakken. Die blijft, ja. Dus je hebt weer 5 lossen gedaan. Dan ga je in deze een vaste zetten. Zie je? En dan heb je je eerste hoekje heb je gehaakt. En dan gaan we zo aan deze beginnen.
Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. We hebben de hoek nu klaar. En nu gaan we deze met deze verbinden door deze vier stokjes, een dubbel stokje en deze vier stokjes. Maar we beginnen met 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En ik pak even het voorbeeld erbij, wat de bedoeling is. We maken 4 dubbele stokjes en dan gaan we door aan deze kant. En dan pas gaan we de draad door alle stokjes halen, door alle lussen halen. Maar goed, gewoon rustig meekijken en anders kijk je nog een keer. We hebben nu 5 lossen gedaan, 2 keer omslaan. Je pakt je stokje aan de achterkant, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. En weer 2 keer omslaan. Je gaat achter je stokje langs. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. 2 keer omslaan, achterlangs, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. 2 keer omslaan, achterlangs, draad ophalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Kijk, en dan heb je hetzelfde als hier, alleen nu gaan we door. Dus we gaan nog een keer 2 keer omslaan en nu pakken we deze. Dus we gaan in 1 keer naar deze kant, dus we gaan hier weer achterlangs, je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2. Het is even wennen, maar als je door hebt, dan is het echt makkelijk. Zie je? Je gaat 2 keer omslaan en je gaat dit groepje van 4 ook op je haaknaald zetten. In principe is het hetzelfde als gewoon haken, alleen ja, je laat het even op je haaknaald staan. Zie je? En als het te snel gaat, zorg gewoon dat je snelheid aangepast wordt en ja, dan kan je het makkelijker volgen. Als je 9 lussen op je haaknaald hebt staan, dus deze begin telt mee, 9, omslaan. En we halen de draad door alle lussen. En haal je het niet in 1 keer, dan doe je het zo. Eerst die 4, en in die andere 4, en dan de laatste. Je trekt goed even aan je draad. En je gaat weer 5 lossen maken. 1, 2, 3, 4, 5. Dan sluit je dit weer hierin met een halve vaste. Zie je? Dit is de derde toer. Nu gaan we weer op de hoeken dit hoekje maken. Dus het is ook in het middelste groepje. Je moet altijd zorgen dat je genoeg garen hebt dat je in één keer eigenlijk door kan haken. En niet dat je elke keer tussendoor garen moet pakken. Maar goed, we gaan nu met 5 lossen beginnen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 keer omslaan, achterlangs, draad ophalen, door 2, omslaan, door 2. En dan heb je 5 lussen op je haaknaald, omslaan door alle lussen, omslaan door 1 en we maken nog 4 lossen erbij, 2, 3, 4 en we sluiten de hoek weer hier met een halve vaste. Zo. Dan ga ik dadelijk die verbinding nog een keer uitleggen en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Ik ga nu de verbinding weer uitleggen, dus je draait je werk een beetje. Je zorgt weer dat je genoeg garen hebt, want nu ga je 8 dubbele stokjes haken. Je begint met 5 lossen. Je gaat ook altijd even goed voor je werk zitten. 1, 2,
3, 4, 5. Twee keer omslaan en dan ga je weer achter het stokje langs, draad ophalen, omslaan door 2. En nu doe ik het zelf niet goed, dus opnieuw. Twee keer omslaan, draad ophalen, door 2, door 2. Lussen op de haaknaald laten staan. Dan gaan we naar het volgende groepje van de andere kant, van deze kant, twee keer omslaan, ik heb het patroon ook uitgeschreven, dus als je het wilt bestellen, als het makkelijker is om het te lezen of de teltekeningen bij te nemen, dan stuur mij een messengerbericht via Facebook. Zie je, heb je 9 lussen op je haaknaald, omslaan en door alle lussen en weer 5 lossen, 1, oh, nou splijt hij net op het moment dat je het nodig niet kan gebruiken, 1, 2, 3, 4, 5 en je zet hem vaste hier op het einde tussen die groepjes in. Een leuke toer hoor, toer 3. En ik zie je op het einde weer terug, want dan ga je zelf hier deze hoek maken. Dit is het middelste groepje, dus je gaat de hoek weer maken en dan ga je hier weer verbinden met 8, de hoek en weer verbinden met 8 en op het einde hier zie ik je weer terug. Tot zo. We zijn nu op het einde van de derde toer en ik heb hier 5 lossen gedaan en ik ga hier afsluiten hier in deze vaste met een halve vaste. Je pakt de schaar en je knipt af en je werkt je draadjes af. Zo kan je ook allemaal kleine granny's maken, ja, wat je wil eigenlijk. Kijk, nu zijn we het einde van toer 3. We gaan nu aan toer 4 beginnen en dan kijk, als je allemaal kleine lapjes maakt is ook heel leuk. Ja, ik pak eventjes een ander kleurtje garen en dan zie ik je bij toer 4 weer terug. Tot zo. En we zijn klaar met toer 3. We gaan beginnen met toer 4. En we zijn hier geëindigd. Dus we gaan weer een hoek maken. En ja, dan begin je dus met je haaknaald in te steken in die vaste. Je hebt al een opzetlus op je haaknaald. Je pakt je draad op. Omslaan door 2. Je achterste touwtje trekken, dan maken we 2 lossen, 1, 2 en dan gaan we die hoeken weer maken, dus die hoeken die maak je met 3 groepjes van 4 relief stokjes in deze opening, dus weer in die opening, deze opening, daar ga je de relief stokjes in zetten. 2 keer omslaan,
2. Vier, één losse en weer vier reliëfstokjes. Een losse. Zie je, je werk draait vanzelf mee. Want dan heb je weer die leuke hoek. En als je nou met toe 4 met hetzelfde kleur garen verder gaat, dan krijg je hele leuke vierkantjes. Maar om het uit te leggen, heb ik al gezegd, is het makkelijker om net even een ander kleurtje te pakken. Zie je, dit zijn 1, 2, 3 groepjes. En als je dus met dezelfde kleur verder was gegaan, dan krijg je een leuk vierkant blokje in dezelfde kleur. Ik had gezegd dat ik nog dat zou laten zien, maar dat zal ik. Ik ga het nog zelf maken met blokjes in dezelfde kleur, maar dat doe ik in een andere video. Daar ga ik een andere video van maken. Of tenminste, de uitleg doe ik dan niet meer, maar ik zal het laten zien in een andere video. En die link zal ik hieronder zetten. Dus dan zie je hoe het is als je met andere kleurtjes weer werkt. Als je dus die 3 groepjes hebt gedaan, 1, 3 van 4, een losse, 4 dubbele stokjes, een losse, en 4 dubbele stokjes, dan doe je 2 losse op het einde, 1 2, zo ben je ook begonnen in de hoek, en je gaat weer in die vaste hier en vast te zetten, zo, en dan heb je de hoek klaar en dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Dan gaan we nu hier bovenop gaan we ook weer zo 2 groepjes van 4 reliëfstokjes maken. En we beginnen dus, kijk deze. We gaan nu deze maken. 4 losse en 4. En we beginnen met 2 losse. Dus we beginnen met 2 losse. 1, 2. 2 keer de draad omhalen en dan gaan we weer in deze opening. Ja, je ziet hem eigenlijk heel goed hoor. Zie je, als ik het een beetje uit elkaar trek, dat je een gaatje ziet. Daar zet je 4 reliëfstokjes. En even nadenken, het zijn gewone reliëfstokjes, dus weer 2 keer omslaan in diezelfde opening. 4 reliëfstokjes. Een losse. En weer in diezelfde opening. 4 reliëfstokjes. En 2 lossen, want je bent op het einde, je bent hier begonnen met 2 lossen en je gaat hier eindigen met 2 lossen. Zie je hoe leuk dat je dan eigenlijk,
Ja, als je dezelfde kleur zou pakken, zou je gewoon een vierkant krijgen. Maar we gaan nu dit waaiertje sluiten in die vaste. En je haalt je draad op en omslaan door 2. Nu gaan we weer deze hoek aan deze kant maken. En hoe hadden we die ook weer gedaan? Dat waren 3 groepjes van 4 dubbele stokjes. Dus je doet 2 losse. 1, 2. En je gaat weer die opening zoeken. Een losse. Die doe gaat niet goed, dus even overnieuw. Een, twee, drie, vier, een losse. 1, 2, 3, 4, een losse. Het haakt heel goed, het garen. Maar ja, ik vind zelf, ja, je hoort het al. Ik vind het een beetje kraken. Maar ik denk als je bij de tv zit dat je daar geen last van hebt. Misschien is het hier iets te stil. 4. 4 en nog 1. En 2 losse. En binnen die vaste zetten we een vaste. 1, weer 2 losse. En dan ga je hierboven weer die groepjes maken. Die groepjes van 2. 2 dubbele stokjes, een losse, 2 dubbele stokjes in dezezelfde opening. En als je dan helemaal rond bent, dan zie ik je weer terug. Tot zo! En dan zijn we nu op het einde van de vierde toer. Je hebt hier die 2 groepjes nog gedaan. Je hebt 2 losse. En we sluiten de toer hier waar we begonnen zijn. En we halen de draad op. En we maken een halve vaste. Je pakt je schaar, knipt de draad af en je trekt je draad door. En je werkt weer je draadjes af. Het is wel het mooiste als je iedere keer je draadjes even afwerkt. Kijk, het is echt heel mooi. Dus dit was toer 4. En dan zie ik je dadelijk weer terug bij toer 5. Tot zo! De paarse toer. En we beginnen altijd deze toer, het maakt niet uit, maar je begint wel in een hoek en je begint tussen de vierde en de vijfde. Dus de vijfde toer begin je tussen de vierde en de vijfde. Hier zet je je halve vaste en 5 losse. En dan beginnen we weer aan deze hoek met toer 5. Als je het makkelijker vindt van een diagram te werken, dat kan. Dan kan je dat bestellen bij jou. Iedereen kan haken @hotmail.com of stuur mij een messenger berichtje. Dat is ook altijd handig, messenger. Je maakt dus een opzetlus. We beginnen aan de vijfde toer. Kijk, 1, 2, 3, 4.
En nu de vijfde toer beginnen we dus. Maakt niet uit welke hoek dat je begint, als je maar tussen de vierde en de vijfde op een hoek begint. Daar steek je in. Je haalt je draad op. Omslaan. Door 2 en je weet het al, 5 lossen. 4, 5. En dan gaan we om elk dubbel stokje gaan we een stokje maken wat we niet afmaken. Dus we gaan achterlangs, we duwen het stokje naar achteren en we maken een stokje, een dubbel stokje, en we laten hem op de haaknaald staan. En dit doen we weer bij de volgende steek. En we doen de derde. En nog een keer de vierde. Dan heb je 5 lussen op je haaknaald. En dan slaan we om door alle 5 te lussen. En je maakt dan meteen, je trekt een beetje wel strak aan, je maakt 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. Dan ga je in, tussen deze 2 in, dus na die 4 die je net gedaan hebt, hier deze opening, daar ga je een halve vaste zetten. Oh nee, een vaste, sorry, een vaste, door 2. Zo. Hier heb je een vaste, hier een vaste. Dan gaan we weer tussen deze 2 waaiers werken. Dus je weet dat we 2 groepjes van 4 en we laten ze aan de haaknaald staan, de groepjes. En we maken eerst weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. 2 keer omslaan. Op de haaknaald laten staan. Patroon wijst zichzelf. En nu naar de andere kant. Even nog een keer. En nu heb je weer die 9 lussen en dan haal je om en je haalt door alle lussen. Dan weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En je zet een vaste na dit groepje. Ik denk eigenlijk dat je, als je zover bent, dat je echt door hebt hoe die Bavarian stitch werkt. Want je gaat hier nu weer zo'n groepje van 2 keer 4 maken. En dan ga je op deze punt weer deze hoek maken. Dus ik zal nog een keer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En je doet alles gewoon rustig. Als je het moet leren, moet je altijd nog even aan de tafel gaan zitten met een goede lamp erbij. En als je het al kan, dan ga je lekker bij de tv zitten. Of wat je wil, buiten in de zon.
En nu steek je over naar de volgende. Je kan alle soorten garen gebruiken, ook de Royal of de Saskia. Dat maakt niet uit. Dan heb je weer alle lussen op je haaknaald. Dan duw je haaknaald een beetje naar boven en je trekt een beetje aan je werk. Dus je slaat om, je trekt een beetje aan je werk. Zie je, dan ga je makkelijker door al die lussen heen. Dus je trekt je werk naar beneden. En dan haal je je draad door en je maakt weer meteen 5 lossen. En je zet hem hier vast met een vaste. Zo. En dan ga ik nog één hoek met jullie meemaken. Weer 5 lossen. 1, 2, 3, 4, 5. En we gaan hier even kijken, oh ja, de middelste groepje, hier gaan we nog 4 stokjes, dubbele stokjes ophaken en die laten we op de haaknaald staan. Ik zie je zo terug. Ik ga nog even van toer 5, even kijken hoor, 1, 2, 3, 4, ja, toer 5 deze hoek uitleggen. En ja, het is heel makkelijk patroon, het herhaalt zich natuurlijk, je ziet vanzelf weer welke toeren zich herhalen, zie je, je ziet dan weer, je moet hem op de haaknaald laten staan. En weer omslaan en je trekt echt aan je stokjes zo je haaknaald omhoog trekken, dan kan je heel makkelijk je draad door te krijgen. Dan weer 5 lossen. En hier een vaste in. En zo vervolg je de hele toer en hier op het eind, hier, dan zie ik je weer terug. Tot zo. En we zijn nu op het einde van de 5e toer. We steken hier in deze vaste in deze steek. We halen de draad op en we halen door 2 lussen. We pakken de schaar. Je knipt af. Je haalt de draad door de lus en je gaat hem netjes afwerken. En ik dacht nog van, ik ga even meten, kijk hoe mooi dat je dan die granny's maakt, want het zijn gewoon granny's, je kan ze zo weer aan elkaar haken. En ik zal even meten hoe groot dat deze is geworden, 18 centimeter. En deze kan natuurlijk ook 18 centimeter en een inch, en daar heb ik niet zo heel veel verstand van, maar dat is 7 inch bij 7 inch. Ik zou zeggen dankjewel voor het kijken naar deze leuke video van Iedereen Kan Haken. Ik wens jullie heel veel haakplezier. Hier onder de video kan je je vragen of je opmerkingen zetten. Heel graag zelfs. Ik doe ze zo snel mogelijk beantwoorden. En ik zou zeggen, duimpjes omhoog, abonneer, hier op mijn foto klikken en tot de volgende video. Tot ziens!